Johnny Rotten. Ja, geweldig. Ja, 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 Johnny Rotten. Ja, dat, die noemden wij Johnny Rotkop. Geweldig. Dat vond ik geweldig. Dat waren ja, natuurlijk jongens die stonden een beetje voor verzet. Koppen, Johnny Rotkoppen. Ja, dat doet me nog steeds denken aan, dat, aan die gozer met die rotkop. Van koppen met spijkers. Hoe heet het nou? Jack Spijkerman. Sleazy, een beetje onverschillig. Maar er waren wel een paar bands die ik interessanter vond dan de Sex Pistols. De Clash en de Ramones en zo, dat was toch wel, dat vond ik toch wel aardige muziek. En Blondie was natuurlijk eigenlijk een slap aftreksel van die hele punkbeweging. Ja, had je van die Ramones en de Clash concerten en oh, dat weet ik nog wel. Er was altijd die acteur was er ook bij, Huub Stapel. En in de Frankrijk waren die hele ruige concerten. En dan stond hij vastgebonden aan de bar met zijn lul. Met een piercing had hij door zijn lul. En dan zat hij vast aan die bar de hele avond. En dat was ontzettend. Ja, eigenlijk best wel gênant. Maar hij liet het wel toe. Hij liet het wel toe, ja. Ja. Fantastisch, dat nummer Denise. Helemaal gek. Fantastisch. Ik ben heel benieuwd. Zie je? Hartstikke cool. The Earth. When the boat starts going over and you know it's a lost cause, you just grit your teeth and hang on. En Earth, hoe zat het nou met het ongeluk? At this point, I'm in my first flip. The boat is totally upside down sailing through the air, and as you can see by the little protrusion, that's my body starting to come out of the boat at this point. When it hits the nose, hits the water, I have been thrown out. And there... Oh, jullie weer? It seemed that I came up over the top of the jump, and in a fraction of a second, I had control, and then I didn't. I almost looked like Superman. Flying through the air, I saw it coming, and I came straight down onto the hood and the front windshield. I guess it was the macho in me coming out for the first time, thinking that I could do this again right off the bat. I was wrong. Ja, wild, decor en alles, dat is meestal zo 18e, 19e eeuw. Wat zou je ervoor moeten betalen als je hem vandaag de dag tegenkwam? Voor deze Chrisknop moet u betalen 7.500 euro. Ja. Hè? Ja, 25 euro. Zo, dat valt tegen? Nee, dat valt niet tegen. Want ik kwam hier toch niet voor die financiële waarde. Ik was gewoon... Ik ben heel gehecht aan dit schilderij. Het heeft voor mij eigenlijk alleen maar een emotionele waarde. Dus het is een erfenis en het staat al heel lang boven de schouw. Dus ik ben wel heel blij dat ik hier geweest ben toch, ja. Ik moest van mijn vrouw ook, die wilde weten, maar ik hoef het dus niet te verzekeren ofzo. Ik ben heel blij dat ik geweest ben. Ik moet naar het eiland komen om er de verschijnselen te bestuderen. Oh, je bent er weer. Sicilië, die met zijn 3274 meter...